President Chandrika Prasad Santokhi en zijn delegatie kregen vandaag in de historische binnenstad van Beijing een rondleiding in de zogeheten Forbidden City. De iconische stad wordt dagelijks door duizenden toeristen en bezoekers aangedaan. De verboden stad was de plaats van waaruit de Chinese keizers van de Ming en de Qing-dynastie hun rijk bestuurden. De stad kreeg de naam als gevolg van het verbod op toegang voor buitenstaanders. Samen met de delegatie betrad de president de stad vanuit de zuidelijke ingang aan de kant van het plein van de Hemelse Vrede en kregen ze rondleidingen van de hallen, de architectuur en pleinen in de stad. De president is enorm ingenomen met de goed gepreserveerde stad. Het bezoek werd afgesloten met de overhandiging van een boekwerk over de Forbidden City aan het Surinaamse staatshoofd.